Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator Surf the Seasons Ebsdorf Heide. Het is bloedheet. Het is nu nog een beetje vroeger in de ochtend. Waardoor het dus nog redelijk te doen is buiten. Maar morgen, oftewel vrijdag, zou het 37 graden worden. Nou, dat is toch niet gezond, jongens. Wat is dat voor onzin? Maar welkom, jongens. Leuk dat jullie allemaal zijn. Oh, ik zat even niet op te letten. Dat doe ik wel vaker. We gaan vandaag eventjes de kassen en de bomen weer eventjes bijvullen. En dit is ook de laatste aflevering in de lente. Dan hebben we de zomer zo meteen nog. Dus dan kunnen we gaan maaien en weet ik veel wat. En ik heb in de reacties gezien dat de populieren... kan wel 2 jaar duren voordat ze gegroeid zijn. Als dat zo is, ja, dan hebben we helaas pech. Maar dan doen we dat gewoon in een andere map. Gaan we dat een keer doen. Maar we hebben ze in ieder geval ingezaaid. Dus dat is op zich wel leuk. Maar wat gaan we vandaag doen? Nou, wat ik zeg, ik wil even de kassen wil ik vandaag even bijvullen. De bomen wil ik even bijvullen. En verder weet ik zo niet wat ik allemaal wil gaan doen vandaag. Maar ik weet wel dat het weer lekker warm is. Even kijken. We houden gewoon denk ik dat gewicht erachter. Is misschien een beetje te veel van het goede. Maar het gaat om het idee. Even kijken. We nemen deze bak mee. De bomen doen we straks wel met de Weideman. Want dat is toch net ietsjes makkelijker. En dan gebruiken wij de New Holland voor hiervoor. Dan moeten we eventjes de watertank moeten we meenemen. Waar is de watertank gebleven? Ik heb geen idee. Als ik heel eerlijk ben. Waar is de watertank gebleven? Even kijken hoor. Dat is die niet. Dit is die ook niet. De watertank. Waar is die gebleven? Ik ben er voorbij. Zit ik nog helemaal over in te kijken of hoe zit dat daar? Waar zit die? Hier links. Oké, nemen we die direct even mee, want ja, die heeft dat natuurlijk ook nodig. Daar is de watertank, hartstikke mooi. Nemen we die mee? Dan kunnen we die eventjes bijvullen met water en dan kunnen we de kassen weer bijvullen. En dan krijgen we daar weer kleine inkomsten van. Maar wat we natuurlijk wel moeten doen is natuurlijk heel te heen en weer rijden. En waarom? Omdat de mestbult dan niet helemaal dichtbij is. Op zich maakt dus heel veel uit. Als wij in ieder geval het maar mest kunnen geven. Maar er is ook geen snellere weg daarheen. Dus we moeten wel een paar keer heen en weer rijden met de New Holland. Maar als we ze eerst eventueel even water geven. Dan moet dat wel grotendeels goed komen. Daar ga ik vanuit. Het zijn er maar 3, hè. Dus 3 keer heen en weer rijden. Dat moet voldoende zijn. Even kijken. Als het goed is, kan ik hier ook dit ding bij. Oh, niet de sloot in. Als het goed is. Moet ik hem bij kunnen vullen hier? Dus dat was toen wel zo. Maar er gebeurt niks. Of moeten we dan hier zijn? Hopsakee, sprongetje. Ik dacht dat we hier altijd het water konden bijvullen. Of moet even hier aan de andere kant? Ik weet zeker dat we hier het water bij kunnen vullen, want dat hebben we toen ook gedaan. Maar dan moet ik nou even kijken hoe ik hier uitkom. Dan kunnen we een klein beetje de sloot in. Nou, ga er maar even overheen, zo. 100% zeker dat we hier het water kunnen bijvullen, want dat hebben we toen ook gedaan. Maar er gebeurt alleen niks. Ja. Oh, wacht. Laat maar. Moet ik wel de goede selecteren natuurlijk, hè? Dat doet hij nog niks. Oh, niet zo snel. Ja, kijk. Even een handrem erop, dan kan hij eventjes bijvullen. En dan moet het helemaal goed komen. Dat kost wel wat geld, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik had er namelijk het gewicht had ik geselecteerd in plaats van
de watertank, daarom kon hij niks bijvullen. Nou, het begint nu wel heel warm te worden buiten volgens mij. Even kijken hoe warm het nu buiten is hoor. 25 graden, ja, dan doe ik toch even op beneden, even alles dicht. Beetje zo weer, gooi ik even alles dicht. Want anders wordt het hier bloedheet. Of in huis, dus dat moet even niet. Ik kan eerst eventjes bijvullen. En dan kunnen we zo meteen het mes doen. Alright. Laatste kleine beetje water hierin. Ja, we hebben in ieder geval het water. Hebben we klaar. Hoe zit het met het water van varkens? Varkenswater. Hartstikke mooi. Alright. Dan gooien we deze. De watertank gooien we eventjes hier neer. Zo. Dan halen we eventjes de eerste bak mest op. We hebben een heel groot gewicht achterop, dus het moet... Oh, we moeten rechtdoor. Dus het moet op zich wel te doen zijn. Als het goed is. Want als we natuurlijk gemest hebben, dan kunnen we natuurlijk ook niks meer. Maar het blijft wel mooi geluid hoor, wat er in deze Nieuw-Holland zit. Alleen jammer dat hij op een gegeven moment het hele... het geluid helemaal opnieuw begint. Hoor je zo meteen wel. 3, 2, 1. Kijk, dunk. Hoor je dat? Dat is wel jammer. Maar daarentegen zit er wel heel mooi geluid in. Even kijken. De varkens hebben natuurlijk ook een klein beetje mes. Maar die gebruiken we mooi voor de kassen. Dus dat is ideaal. Alleen wat ik zeg, het is een paar keer in de weer reden. Maar zover is het niet. Dus dat scheelt al, ja. Ik heb de airco ook weer aan het blazen. Ik heb vannacht heb ik de airco op mijn slaapkamer gehad. Dus voordat ik ging slapen gaan, heb ik de airco uit mijn studio gehaald. Heb ik in mijn slaapkamer gedaan. En oh, wat was het lekker om te slapen. Echt waar, want het is echt vies. Vies, vies warm. Ik ben wel klaar met die warmte. Want ik vind het helemaal niks. Warmte is leuk. Een paar dagen warmte vind ik lekker. Maar ik vind dit wel heel erg extreem hoor. Ik vind het echt helemaal niks. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Ik vind het persoonlijk helemaal niks. Laat het in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Oh. Want ja, ik vind het warmte helemaal niks. Tenzij je natuurlijk, kijk, als je op vakantie bent, is het ook warm. Maar omdat daar de luchtvochtigheid veel minder is. Of veel meer, veel minder volgens mij. Is het daar veel beter uit te houden dan in Nederland. Want in Nederland is de luchtvochtigheid veel hoger dan de rest. En daar komt dus dat alles gaat plakken. En ja, dat is gewoon echt vies. Ik was afgelopen zondag. Vorige week zondag was ik op het Westland. Bij kameraden was ik op bezoek. En hebben we dus langs het water hebben gelopen. Dus gewoon langs de zee. Maar oh jongens, waar was dat lekker. Lekker waaien, lekker die zeelucht. Heerlijk. Dat mocht hier op zich ook wel. Maar het was daar ook wel warm hoor. Maar niet zo warm als hier. Omdat wij in het binnenland zitten. Is het scheelt sowieso wel 4, 5 graden. Of je hier zit of in het Westland. Omdat je aan de zee zit, waait het daar natuurlijk meer. Waardoor het dus veel minder warm is. Dus het was wel veel prettiger uit te houden daar dan hier. Nou goed. Hebben we een keertje zomer, gaat iedereen klagen hè. Of iedereen. Grotendeels. Maar weet je, dit is ook wel heel extreem hoor, deze hitte. Ik ja. Wat ik zeg, ik vind hitte vind ik leuk. Maar ik vind dit wel heel extreem. Maar goed, we moeten nog één bak met mest. Dan hebben we in ieder geval dit allemaal weer bijgevuld. Moet alleen de bomen straks nog. En dan moeten we even kijken of we misschien nog eventjes wat anders kunnen doen in de tussentijd. Maar laten we nog één bak stond ophalen. En dan kunnen we alles weer terug naar de boerderij brengen. En dan kunnen we de bomen weer waten en mest geven. Alright, dan zijn we aangekomen. Als ik even zie, de schapen hebben water nodig en de koeien ook. Dus dat kunnen we eventueel allereerst ook eventjes doen. En daarna de bomen, want de bomen hebben natuurlijk ook water nodig. Laten we dan eerst eventjes doen, even de dieren. Dat doen we wel eventjes buiten de opnames, om zo maar te zeggen. Dat hoeven jullie niet te zien, want ja goed, dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Als je kijkt, we hebben nog wel wat strobalen. In principe eigenlijk voldoende. En hooibalen. Mogen er wel wat meer bij. Maar we moeten binnenkort weer eventjes een paar hooibalen maken. Maar goed, in ieder geval laat ik eventjes de varkens. Of de varkens.
zowel de koeien als de schapen eventjes wat water geven en dan kunnen wij weer verder met de bomen. Maar ik weet niet hoe het met de bomen zit trouwens, dan kunnen we eventjes heel gewoon kijken. Waar staan ze? Hier. Volgens mij zijn ze hartstikke leeg. Water 100%. Oh, heeft alles nog water? Water 0%, water 0%. Nee, we moeten ze wel eventjes water en dergelijke geven. Maar maakt niet uit, daarvoor pompen we ook eventjes water. Maar eerst eventjes de dieren. Alright. De dieren hebben hun water gekregen. Het enige wat we nou nog moeten doen is de bomen water geven. En mest. Ik heb gezegd dat we waarschijnlijk de mest wel met de Weideman groen. Maar de bak van de Nieuw-Holland is veel groter dan die van de Weideman. Anders blijven we in en weer rijden. Dus we doen het vandaag met de Nieuw-Holland. En wanneer we de Weideman weer of iets gaan gebruiken, dat weet ik nog niet. Want ik hoef namelijk ook niet de renheid van de dieren. Dat al dat voer zeg maar op de vloer ligt. Dat hoef ik ook allemaal niet te doen. Maar er is een mod voor, die staat in de mod-up. Animal table. In ieder geval de dierentafel manieren zeg maar. Zo heet die mod. In het Nederlands. En dat houdt dus in. Dat die dat het altijd automatisch gaat. Kijk, ze hebben nou in ieder geval allemaal water. Dus laten we dat allereerst even doen. Misschien hadden we de voorlader er vast af moeten halen. Want die zit natuurlijk nu constant heel ter in de weg. En laten we ervoor zorgen om geen bomen te missen. Dat is misschien ook wel een goeie. Maar er gaat heel weinig water in. Dus met één trailer halen we het makkelijk. Zo. Hoeveel liter gaat erin? 200 of zo? Nou, dat is niet zoveel. En dan moeten we die laatste nog hebben. Of waar in ieder geval vruchten op zitten, die hebben water. Hier wordt niet wat. Ik zit tegen een boom aan. Kom op, Nieuw-Holland. Wat ben je nou aan het hoeren? Kom op. Volg eens. Even kijken. Dan doen we eerst deze. Zo. En dan de laatste. Die. Hoeveel bommen moeten we nou nog? Twee. En in ieder geval mijn water moeten ze alleen nog eventjes mest halen. Eigenlijk moet je hier zo'n klein trekkertje voor hebben. Zo'n boomgaattrekkertje. Zo'n Isiki of zo. Dat is wel geinig. Maar ja, die hebben we op dit moment niet. Maar we kunnen deze mod natuurlijk altijd weer vaker gebruiken. Als het moet. Nou, de watertank houden we hier. Je mag hier langs het pad, want dit pad hebben we natuurlijk zelf er naartoe getrokken toen. Oké, halen we mest op en dan kunnen we de bomen mest geven. Ik zal jullie iets leuks vertellen jongens, we hebben bijna geen mest meer. Dus we moeten met de Weideman, moeten wij weer uit gaan mesten, want de mestheuvel is bijna leeg joh. Heb ik hier. Ik hoop dat wij voldoende mest hebben voor alle bomen, dat zal ik wel prettig vinden eigenlijk. Hoeveel mest gaat er in zo'n boom? Ik heb geen idee. 1000, nee, 1000 zoiets. Volgens mij gaat het 1000 in een boom. Als we nu gewoon nog weer een volle trailer kunnen krijgen, een volle bak, dan is het helemaal mooi. Laatste bakkie en hebben we toch wel weer een hele aflevering besteed aan de kassen en aan de bomen, joh. Dat had ik niet verwacht. Maar kijk, let op hè. Kijk dan, dit is het enige mest wat we nog hebben, joh. De rest is allemaal weg. En we hadden ongelooflijk veel mest. Maar ja, we hebben natuurlijk de velden hebben bemest. De grasvelden. Dus daar is het grootste gedeelte van de mest heen. En natuurlijk naar de gewassen. Hartstikke mooi. Maar, als we dan eventjes weer langs de koeien gaan. Oh, hobbeltje. Kijk, als je hier links kijkt, dan zie je dat er wel weer behoorlijk wat mest ligt. Dus dan moeten we eigenlijk weer een keertje uitmesten. Maar dat komt wel goed. Nou, de laatste keer naar de bomen. En dan hebben we toch alweer een productief dagje gehad in Ebsdorf Highland. Het is ook bijna avond. Het is 17:50, het is etenstijd. Nou, we maken nu eventjes af en dan gaan we eten. En we hoeven niet te melken, want we hebben natuurlijk een melkrobot. Dus dat is op zich ook wel weer lekker. Zo.
3, 2, 1. Ja. Ja, gaat 1000 in per boom. Dat is het tot 1976. Dan zou deze tot 976 gaan, als het goed is. Juist. Kijk aan. Hebben we alle bomen ook weer mooi op de rit. Zo. Nou, hartstikke mooi. Krijgen we daar ook weer geld van, elk uur. Hey jongens, ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Seasons Epsdorf Heide. Hopelijk hebben jullie genoten. We hebben even lekker de bomen en de kassen gedaan. We hebben een hele aflevering over gedaan. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen. Uiteraard met een blauw duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat uiteraard ook zeker eventjes. Zo blijf je altijd op de hoogte van elke video die online komt. En als je daar toch bezig bent, klik dan sowieso eventjes op het belletje. Want dan krijg je sowieso een melding als er een nieuwe video online is. Elke dag, 12 uur, een nieuwe video. En uiteraard 6 keer in de week live op Twitch. En 2 keer in de week live op YouTube. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle support. En tot de volgende keer. Kalm!